Jesse gaat harder. Oké, okay, het spannende is wel niet iedereen overleeft hier. Kijk, als ik hier naar kijk. Oké, okay, jongens, we zitten met een probleem. Nou, Sam is boven, die gaat springen. Sam, wat is er aan de hand? Ik ben gevallen. Nee. Oh, daar gaat hij! Jesse, die valt, jongen. Wat doe jij nou weer? Jij kan dit. Ik kan dit. Jij kan dit. Oh. Oeh, jij kan dit niet. We zijn de drie musketeers. Yes, welkom bij een nieuwe video van... De Bakkertjes! Ja jongens, het is ochtend. Het is mega vroeg. En we gaan vandaag iets heel leuks doen. Oh, kijk eens, wij gaan even lekker eten. Sam is al aan het eten. Kijk. Oh, en kijk eens jongens, ik ben de drone aan het opladen. Want dan krijg je vervolgens deze shots mee. Goed, nou we zijn onderweg en ik ben vet zagrijnig. Want ik denk, oh weet je wat, de kinderen gaan klimmen en ik ga mooie shots maken met de drone. Maar die drone die doet het niet. Kijk, dit is afstandsbediening. Dit is drone. Doet niet. Oh, kijk eens even jongens. Nou, we waren echt mega verkeerd. Onze eigen fout, we hadden verkeerd adres ingevoerd. Maar we zijn er, we gaan even een plek zoeken. Ik weet niet waar we de auto neer moeten. Ja, dit is voor bussen, je bent geen bus hè. Oké, okay, nou we zijn aangekomen jongens. Daar in de verte zie je trouwens een helikopter. Dat lijkt me ook wel een keer heel vet om te doen. Goed, we zijn nu aangekomen bij Adventure Valley. Ik wil echt zo van die glijbaan. Kijk, ja? Je ziet nog een heel klein stukje van die glijbaan. Vet. Nou jongens en meisjes, nou, we hebben net even uitleg gehad over wat je hier allemaal kan doen. En we zijn echt die, veel slaap. Ja, die uitleg heeft bijna een half uur geduurd. Zoveel kan je hier doen. Ja. We gaan echt hele toffe dingen doen. We kunnen hier zo naar beneden springen, 20 meter naar beneden. En ik ga en jij gaat schommelen. Je kan hier ook schommelen, jongens. Ja. Maar je kan ook hele toffe dingen doen. Je kan gaan ziplijnen daar zo helemaal door. En weer helemaal terug. Je hebt een klimbos heb je hier. Je hebt een 3D doolhof heb je hier. Nou goed, we gaan het jullie allemaal laten zien. Ik hoop dat we alles kunnen gaan doen op één dag. Nou, we gaan zo verder. Alleen Jesse en Sam zijn nu op dit moment hierin. Nou, Pitty is daar zo aan het schommelen. Straks gaan we daar zo naar boven. En dan gaan we kijken wie er 20 meter naar beneden durft te vallen. Nou, van Sam weet ik sowieso dat hij gaat doen. Jesse heeft het al een keer gedaan, maar ik weet niet of hij nu nog durft. En Pip mag ook, en ik ben heel benieuwd of Pip gaat. Ik kom al! Oh, Jesse gaat harder. Nee, wat een raket. Ja, maar ik kan op mijn jas liggen, dan nou ga je heel snel. Nee, maar dat mag ook niet. Kijk eens jongens, daar gaan we straks dus ook in. Jesse gaat daar in ieder geval in. Echt niet. Oké, het is een fanatie. Kijk eens even. Ze gaan nu hier naar boven toe klimmen. Ik weet niet of Pip mag en of ze kan. Daar gaan we zo achter komen. En vervolgens gaan we zeg maar die vrije val hier zo naar beneden doen. Pip, ga jij zeg maar ook boven naar beneden te vallen? Echt? Vind je niet eng? Nee? Oké, nou we gaan dus eerst even klimmen. Of in ieder geval Pip en Sam die gaan klimmen. Pip. Ja. Wat zeg je? Pip, hoe ver ga jij komen? Helemaal daar. Nee, kijk, als je hier naar boven gaat klimmen. Hoe ver ga je komen? Helemaal boven. Oké, okay, het spannende is wel niet iedereen overleeft dit. Kijk, als ik hier naar kijk. Sam. Sam. Er staat een gast in. Dat is iemand die had de touw, die had de touw niet omgedaan. Ja. Oké, okay, en weddenschap. Hoe ver gaat Pip komen? Nou, ik denk nog niet eens op het eerste gedeelte. Oké, okay, hoe ver denk je dat Sam gaat komen? Ja, ik denk Sam toch wel helemaal naar boven. Ik denk ook helemaal naar boven, ja. Sam gaat helemaal naar boven, Pip die komt hier zo en dan wordt ze boos dat ze niet verder kan. Ze kan al niet eens opstaan. Okay. Nou, daar gaat Pip. Daar gaat ze, ik ben zo benieuwd. Nou, dat was echt... Yay! Hoef je maar naar boven te klimmen, Pip. Goed zo! Zo, wat knap van Pip. Goed zo. Ja. Oké, okay, nou, ze is nu al verder dan ik had verwacht. Hoeveel zou Sam erover doen? Hoe lang? Hoe lang? Ja, hoe lang? Ja, ik denk dat hij zo boven is. Ja. Zo. Dat Pip al zo hoog is, had ik echt nooit verwacht. Maar en weet Pip dat als hij loslaat, dat ze gewoon kan loslaten. Zodra ik zit ze erboven, dan gaat ze huilen. Pip. Laat maar los, Pip. Laat maar los, dan ga je naar beneden. Loslaten? Ja. Kijk, Pip. Ja. Ja, laat maar los. Pip, je kan gewoon loslaten. Maakt niet uit, je kan gewoon loslaten. Is heel leuk. Mama. Oh, hij die armen, man. Hey, ik moet je proberen. Oké, jongens, we zitten met een probleem. Oké, dan klim je het eerste stukje naar beneden. Ga maar weer een trappetje naar beneden. Trappetje naar beneden. Ja, ik vind dat ze ver gekomen. Ja, ik vind het al heel knap dit. Zo, Pipje, moet je kijken jongens, hoe hoog Pipje was. Ja, en nou laten vallen, Pip. Je kan je gewoon laten vallen. Dit is echt leuk. Gewoon loslaten. Gewoon loslaten. Gewoon springen. Oh, dan ga je naar beneden klimmen. Nou, terwijl we hier nog druk bezig zijn met Pip, kijk eens even. Jongens, Sam die is toch gewoon al helemaal daar zo. Hij moet toch wel een echte stuk? Oké, okay, nou komt een heel moeilijk stuk voor Sam. Hey, goed Pipje. Zo. Ik heb nog een keer.
Nee, nou is de volgende weer. Pip, high five, hoe ver was jij gekomen? Heel dichtbij. Ik vind het en als ik heel hoog ga maar spelen. Pip, ik vind dat jij behoorlijk hoog bent geweest. Hoor. Vorige keer kwam we niet hoger dan een meter. Maar jullie gaan nu de vrije val doen? Ja. Wij gaan nu de vrije val doen. Sammy, jij ook? Ja. Ik zag je vlinder. Ik zag mijn vlinder snel weg. Maar Pip, ga je de vrije val doen? Gaan we nu de vrije val doen? Ik ga hier op jullie wachten, oké? Ja, we gaan nu naar boven klimmen. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. We gaan nu de vrije val doen, maar we komen iemand tegen hier zo. Het is... Jesse de BMX'er. Papa, ik doe niet alleen dat, maar het gaat door een heel bos heen. Dat moet je echt doen voor de video. Dat is echt heel ja, mooi. Is dat top? Ja, top. Want je hebt dus inderdaad een gewoon zo'n trekbaan heb je. Maar Jesse die gaat zeg maar hier helemaal achterlangs. En dan kan je een hele parcours gaan volgen. Ja. Dan gaan we nu snel de freefall doen. We hebben net dat gedaan, alleen voor mij heb ik hoogtevrees. Hij heeft hoogtevrees. Ja, dat wist ik al. Nou, kom, we gaan naar deze kant op. Wij komen zo. Veel plezier, doei. Ja, zuster. Is het onmogelijk? Nee. Was die mokje of was die mokje? Ja, oké. Okay. We zitten denk ik 30 meter hoog. Iemand heeft ons auto's. We hebben toch een Dodge en iemand heeft een Dodge voor ons gezet. Oh echt? Nou, Sam die... 100 kilo is deze. Hoe hoog? 100 kilo. Jongens, dit is 100 kilo hoog. Oh, 100 kilometer hoog. Nee joh, gekkie. Nou, Sam die is sowieso ik niet bang. Ik durf echt niet. Durf je niet? Nee. Op het moment dat Pip niet gaat, kan ik dus ook niet gaan en dan moet ik met haar het hele eind weer terug gaan. Jongens, het is zover. De lier wordt nu naar boven gehaald en Sam die kan gaan springen. Maar ik heb hoogtevrees, denk ik. Hoezo hoogtevrees? Maar nu niet. Juist op hoge hoogte, dan heb ik geen hoogtevrees, maar op lage dingen heb ik iets een beetje. Ik durf echt niet. Nee, als je niet wilt, bekijk even. Ik ga het niet doen. Ga je het niet doen? Oké. Okay. Wel. Wel doen. Nou, Sam is boven, die gaat springen. Hij doet het goed. Wow, Sammy. Zo stoer, jongens. Oké, maar nu is de grote vraag. Gaan Pip en ik springen? Pippi. Hi. Gaan we het niet doen? Niet. Als je niet durft, dan gaan we. Ik ben met jou. We kunnen niet samen, dat kan niet, schat. Anders doe ik helemaal niet. Nee, gaan we lopend naar beneden? Lopen? Ja. Of wou je springen? Of wou je even kijken hoe het daar is? Oké, eerst kijken en daarna ga ik gewoon... Oké, ik ga vragen aan die meneer. Ja, dat was leuk. Superleuk. Was leuk? Ja. Vond je het eng? Nee. Nee? Totaal niet. En wie gaat er nu? Oh. Pip? Pip. Oh jee. Pip zegt dat Pip niet durft. Nee, zegt ze dat ze niet durft? Nee. Zo, dat ze dit dat doet vind ik echt mega tof. Pip, kijk naar mij. Wil je niet meer? Oké, kom maar terug dan. Nee. Hey, goed geprobeerd, Pipje. Oh, wel tof op Pip. Zo. Hoe hoog stond jij? Hoog hier, hè? Maar één ding, we moeten nu wel weer helemaal naar beneden, Pip. Lopend, hè? Door jou. Want ik kan ook niet springen, nou. Love you. Nou, ik weet niet of jullie het zien, maar in ieder geval Jesse en Sam gaan in ieder geval een hele parcours om het park heen even een rondje fietsen. En dan wacht ik hier even op Ramon en Pip, die moeten nog even de spullen uitdoen. Dan gaan we zo meteen even lekker lunchen. Oké, ik wil toch even zeggen, ik vind Pip zo stoer. Ze is gewoon verdrietig omdat ze gewoon zo graag wilde. Hè? Je wilde gewoon echt. Ja, maar ik wil gewoon echt niet. Nee, ze zei, ik krijg allemaal kriebels in mijn buik. Hè? Het feit dat ze het al geprobeerd heeft en het feit dat ze zo graag wil, vind ik wel echt mega stoer van je. We gaan naar beneden toe. Ja, jongens en meisjes, tijd om even lekker wat te gaan eten. Ja, gaan hier... Sam, wat is er aan mijn hand? Ik ben gevallen. Ja, dat zie ik ja. Wat met fietsen? Ja. Zo. Kijk jongens, dit is echt onze outdoor, jongen. Vallen en opstaan, jongen. Vallen opstaan, de bomen klimmen. Huh? Ze zeggen dat je er hard van wordt, dat zeggen ze dan, hè? Ja. Hij is hard geworden. Hij is steen. Oh, nou komt Pip weer terug. Wat is er nou weer? Ben je ook gevallen? Ja, het houdt niet op hier. Ook al een rode knie. Nou, we gaan nu even lekker eten, jongens. Oh, dat ziet er echt heerlijk uit. Lekker tossies hebben we. Nog meer tossies hebben. Kipnuggets hebben we daar zo. Jesse en Pip en Irm die gaan lekker klimmen. En Sam en ik, en misschien Jesse, ja, gaan ziplinen. Ja, alleen eerst een glijbaan doen, toch? Ja, eerst een glijbaan nu. Oké, Ramon. Ja? We hebben vroeger in de horeca gewerkt, hè? In hetzelfde bedrijf, ik in de keuken en jij in de bediening. Ja. En wat deed je altijd? Ja, nou, dit dus. Kijk. Jesse, let's... Dan zit ik bij die mensen in het gezin. Ja, inderdaad. Oké, nou, laat papa's doen nu. Kijk of die het nog kan. Ja. Hij ging altijd jong leren met sinaasappels. Ja, maar het moet worden, wat? Ja. Ik deed ook met glazen droppen, dan gaat hij goed, want dan vliegt alles zeg maar.
Oké, nou, we moeten zelf de band naar boven doen. Dan heb je hem voor die geleiders een schild. Hé, hey, Pip. Wat een luxe paard, jongens. Kom op, hè. Ik ben sjouwen. Nee, ik denk niet dat het goed komt, hè. Ah, je wel, is goed voor je rug. Ja, jongens en meisjes. We zijn boven. Oh. Alleen één baan is kapot, dus ik kan geen wedstrijd. Nee, meer. Wat zeg je? Eén baan is kapot. Oh, nee. Doei, hey, doei. Dan. Daar gaat hij, hoor. Sammy. Oké, nou, daar gaat hij helemaal. Met de rugzak tussen de benen. Met de rugzak tussen de benen. Nee. Oh, daar gaat hij. Nou, daar gaat hij, jongens. Mega hard. Ik deed helemaal niks. Ja, ik ook. Hé, hey, maar je deed het wel, hè? Ik vind het knap hoor, Pip. Je bleef alleen halfwege hangen. Je bent ook zo'n kleintje nog. Ja, hard maar. Op. Wat was dat? Pip, die zit te vliegen. Oh. Yes, ook. Ja, op zijn hoofd, op zijn hoofd. Hé! Hey! Nou, Jesse die wil toch nog even een keer op de BMX en het parcours gaan doen. Deze zadel is echt veel te hoog, jongen. Modderpoel! Oké, okay, het moment is daar. We gaan nu ziplijnen. Tenminste, we gaan nu nog heel even naar de speeltuin. Want eerder was nog een keer mountainbiken met Jesse. Pip, wat heb je? Wat is er aan de hand met je been? Ben je ook al gevallen? Ja. Och, ook al. Kijk, en daar hebben we Sam. Die is ook al gevallen. Echt iedereen die pijn hier, jongens. Ja. Nou, dit is natuurlijk allemaal outdoor, jongens. Dat is alleen maar voor echte mannen, echte vrouwen. Ja, we gaan naar de speeltuin. Ja, we gaan naar de speeltuin. Ja, het zit er bijna op, jongens. We hebben bijna alles gehad. Het is 4:15. Maar we gaan nog één ding doen. En dat is... En dat is pijn krijgen. Pijn. Zo, het is helemaal blauw en geel en rood, jongens. Hé, hey, wat gaan we nu doen? Ziplijnen! Ja, jongens, we gaan nog één ding doen. Jesse gaat toch niet mee. Snap ik helemaal. Ik ook liever niet, maar het moet wel. We gaan nu ziplijnen daar zo. Ja? Jesse, voor 100 euro. Nee, ja? Nee. Nee. Jongens en meisjes. Het is zover. Hier zijn we eerder geweest vandaag, kijk. Toen moest ik weer naar beneden omdat Pip niet wilde. Dit is nog hoger. Wow. Oké, jongens, we gaan nog van binnen boven. Oké, jongens en meisjes. We zijn weer die hele berg naar boven toe gelopen. Ja, net zoals toen straks. En het is ons eindelijk gelukt. Eindelijk waren we boven, daar boven waren we. En toen Sam, gingen we toen ziplijnen. Of? Ja en nee, totaal niet. Nee, want? We hadden geen pak mee. We hadden een pak aan moeten doen, jongens. En een helm. We kunnen toch niet zo, moet je zo. Sam zegt, ja nee, maar ik hou de touw wel vast. Ja, goed. We waren even helemaal vergeten dat er natuurlijk een helm en een uitrusting aan moesten. Die kon je beneden aantrekken. Oké, okay, nou Sam. Ja. Nou, luister goed jongens. We waren... Jesse die valt jongen, wat doe jij nou weer? Hij is gevallen, dat goed ja? Oké, okay, Sam, maar vertel. Luister. Ik ben niet zo vervelend. Oké, okay, nee, maar luister even. Sam, vertel. Wij waren daar helemaal naar boven toe gaan voor de tweede keer vandaag. We zijn niet geweest, want we moesten beneden de pak halen, alleen we waren naar boven. We moesten een pak halen en een helm, jongens. Dus we kwamen naar boven, helemaal daar zo. Ja. Maar we zijn zo stom geweest om geen pak te halen. Het is nu helaas 5 uur, dus het gaat sluiten. Maar het goede nieuws is, morgen mogen we alsnog even terugkomen. Ik heb iemand gesproken. Mogen we nog ziplijnen? Ja! Yeah. Huh? Heb je dat net gesproken? Ja, dat heb ik net gevraagd. Ja, ja. We gaan lezen gamen morgen. Ja, morgen gaan we lezen. Kijk zeker de volgende video. Maar we zijn voor vandaag nog niet helemaal klaar, want we gaan nog daar naar binnen. En dat gebouw erachter. Ik weet niet precies wat we gaan doen, maar dat zien we zo meteen wel. Iedereen valt hier de hele tijd, jongens. Oké, okay, nou we zijn nu bij een of ander groot gebouw aangekomen. Nou, morgen gaan we sowieso lezen gamen. Maar we gaan nu Fast Stack gaan we doen. Ja, dit is het grootste natuurpark van de wereld, volgens mij. Of wat was het onderweg? Is dat zo? Of België. Ardennen? Ja. En dit is de raarste papa van de... raarste mens! Oh, gaan we zo doen, jongens. Oh, dit is wel tof, jongens. Een soort van escape room, behalve dat je hoeft te escapen. Oh, daar staat... Volg de touwen om de cijfers van de code te ontdekken. Dat gaan we doen. Oké, okay, dus... Ik ga deze touw doen. Even kijken. Waar begint die touw dan? Ja, hier.
Ja, welke? Nou, we hebben dus een, wat ik zeg, het is een soort van escape room. Behalve dan dat je niet hoeft te escapen, maar je moet dus allemaal raadsels oplossen om zo punten te verzinnen. Dus we hebben hier allemaal touwen. Maar zie je aan die kant de nummer? Hier zijn nummers, ja. 9. 179. Oh jongens, over 179, dit wordt spannend. Eerder die probeert het, dus dat zal wel tot niets uitlopen. En die daar? 179. Deze? Ja. Deze? Ja. 4. 1794, Sam. Oké, okay, zou dit goed zijn? Ja! Hey! Eerder die probeert het, dus dat zal wel tot niets uitlopen. Yes. En dan moet je bandje dingetjes voorhouden. Oh, ja. Even scannen. Oké. Okay. Yes. 1000 keer. Heb je hem open? Ja! Yeah. Oh, yes. Wow. Oh. Gebruik de 3 panelen om het resultaat van deze berekening te vinden. Dus 4003 min 3 is 4000. Plus. Is dat deze? Ja. Is 4000. 4080. Oké. Okay. Oké, gaan we kijken of het goed is. Nee. Oh, dit is grappig jongens. Irm die moet het doen en Jesse die moet het doen. En nu rechts naar boven. En nu links naar boven. We hadden het bijna, we zaten hier boven. Kijk eens jongens, Pip is druk op zoek naar de lampjes. Ja! Volgende, kom! Jij kan dit. Ik kan dit. Jij kan dit. Oh. Oeh, jij kan dit niet. Oh, nee, dus we moeten naar de volgende zone. Oh, we moeten naar de volgende zone. We moeten naar de volgende zone. En de ballenbad jongens. En... Oké, jongens. Ramon de Bakker 650, in totaal 850. Nou, dat is niet heel veel, want ik heb niet echt heel veel meegedaan natuurlijk. We gaan even kijken wie de grote winnaar is. Nou, ik had in ieder geval 850 punten, dus ik... Jij bent niet mee. 700 punten, Irren de Bakker, 4150. Jesse, 5200. Ramon, 58. Wat is Sam? 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 Wat is Sam? Sam's score kunnen we niet achterhalen, maar de grote winnaar van vandaag... is Jesse! Ja! Oké, nou we gaan heel even wachten op Pippi, want die is juist gevallen. Ja, er was allemaal al bloed bij de lippen, ze was uitgegreden. Geen idee waarom ze dat doet. Oké, nou Pippi is echt wel flink gevallen. Ze heeft een scheur in de lip en het lijkt wel alsof een grote mensentand of daar ook iets is. Dus we moeten het even een beetje aankijken. Daar kwam iemand gelijk helpen en die vroeg aan haar, wil je anders wat drinken of wil je misschien een ijsje? En Pippi zei, nee, ik hoef geen ijsje, maar toen hoorde je Sam op de achtergrond hier zo, deze jongen. Ik is wel ijs. Zo is Sam er weer. Maar goed, we gaan het heel even aankijken. We gaan nu naar ons huisje toe. En dan hoop ik dat de pijn weg is. Oké, jongens en meisjes. Nou, we zijn weer terug van het park. Nou, we zijn allemaal zwaar gewond. Maar het was wel echt super tof thuis. Ik meen het serieus. Als je dan toch naar de Ardennen toe gaat. Dit is echt zo'n plek waar je gewoon allemaal outdoor dingen kan doen. Toch? Ja, zeker. Echt een hele mooie locatie. Ja. Super. We willen hier zeker vaker heen komen. Maar nu gaan we eten. Oh ja, yeah, jongens. Kijk eens waar we zitten. Jesse de Sperps. Ja! Nou, we hebben gewoon lekker steak, hebben we Pip. En gewoon een gezellig tafeltje bij ons verschoven. Ja, we hebben een tafeltje bij ons, want kijk eens waar we zitten. Kijk, dit is het restaurant. Maar wij zitten hier bij het vuurtje. Behalve dat het vuurtje nu even weg is, maar... Hoe is het met jouw dikke lip? Niet goed, want ja, kijk, ik aanraak. Zo! Ja. Dit is pijn, hè? Oké, nou, wij gaan even lekker eten nu. Wij gaan er vandoor. Bedankt voor het kijken. Als je nog geen abonnee bent... Ik is zeker abonneren! Tot de volgende keer! Doei!